Hier is hem weer, de zitbox van deze maand. Joepie, thema detectieven. Wat zou er kunnen inzitten? Detectieven. Een vergrootglas. Een vergrootglas, ja. Van welke detectief zou dat zijn? Sherlock Holmes. Van Sherlock Holmes. Nee, Gnomes. Gnomes. Ja, Sherlock Holmes. Een vergrootglas. Oh, Gnomes. Ja, ja, wil die film gaan zien. Was eigenlijk niet slecht. Maar ik ga hem nog eens origineel willen zien voor de taalgrappen die erin zitten te zien in zo'n kom. Ja, ja. Ik heb je in Nederland gaan zien, omdat de dochter dat ook wel mee horen. En dus, een vergrootglas of zo'n kwakje van Sherlock Holmes. Ja! Een hond gaat er dan niet in zitten van de Hand of the Baskervilles. Detective. Ja. Batman is ook een detective. Misschien zit er een batarang in. Of een batarang, hoe weet dat? Of een Batman zijn keepje. Oké, maar hou me niet langer in spanning en doe het open. Er is nog een detective, Hercule Poirot. Misschien een bobblehead van Hercule Poirot's figuurtje. Ik weet niet waar het over is. Ja, jij kent die, je ziet hem van Agatha Christie. Hier is adres waar je gezien, nog altijd geseald. Oh, sorry, we hebben zo mijn neus te krabben, gelijk is altijd. En de schaar gaat erin. Hopla. Het is niet licht stof in het deel, want het is naar de box gaat open. Waarschijnlijk, er zit sowieso al een t-shirt in. De box gaat niet goed open. Het is ook zo een boxje van de volgende. Ja, dat is ook waar. En we zitten erin. Ah ja, mijn favoriete! Het favoriete van de dochter. Eén maand. Oh, die zijn allemaal. Oh, ik dacht dat het leuk om te vallen. En we beginnen met, wat halen we eruit? Een t-shirt van, ik heb het gezegd, van een detective. Van Batman. Oeh. In een speedoken. Nee, die stond daar boven bij de Lego mannetjes. Daar staat hem, zeg. Heb cameravrouw. Kom maar. Nou, wanneer heb je die al gezien in een unboxing van de unpackings van Engeland? Hè? Up, cameravrouw. Ja. Vandaag even een t-shirt. 100 times more thrilling. Batman, The Return of Two-Face. Batman, Two-Face en de Batmobile. En Batman is een spierrokken! Joepie, ja, die dolfijn dat erbij zit, die ligt thuis. Hier, zet je in de gaten terug, Phoebe. Wat zit er nog in? Oeh! Een limited edition coin, een gouden, van Hot Fuzz. Wat kun je aan doen met die coins? Verzamelen. Wauw. Die zijn... dat is een keigoeie film. Ik heb die nog niet gezien, ik heb er een stukje van gezien. Ik vind die keigoed. Je moet er wel voor zijn voor dat soort films. En wat voor soort is het? Dat is een soort van actiecomedie van een politieagent die in Londen, geloof ik, zijn boekje te buiten gaat en daardoor naar een... stad in de buitenwijk, in het platteland wordt gestuurd, maar iedereen heeft er een geweer of zo, dus ik ga naar mijn Two-Face te zitten. Ziet er creepy uit. Ja, dat moet wel eens. Two-Face, wat hebben we nog? Oeh. Een gaf. Een Q-figuurtje van Jessica Jones, as seen on Netflix. Jessica Jones. Dat is nog geen Hercule Poirot, maar dat is ook niet slecht, hè, Jessica Jones. Ja, dat is een detective uit het Marvel-universum die nu samenwerkt met Luke Cage, Danny Rand en wie is die vierde? Derde? Ik kan hem stampen. Ja, die werkt. Ja, eigenlijk moet ik mijn hand niet meer op de face houden. Zeg het, die werkt samen nu met. Ik weet niet hoe ze elkaar noemen, die groep. Dat is ook een serie op Netflix. Ja. Jessica Jones samen met Power Man en Iron Fist en ik denk derde vol. Wat hebben we nog? Jee. Het boekje van volgende maand. Ja, ik heb gelijk! Ja, dat zit er altijd in. En volgende maand is het Fantasy and Fiction. Ook wel dat is iets voor mijn zus. Ook wel interessant. Fiction? Ja, Fantasy and Fiction. Die doet mij denken aan... Harry Potter! Ja, inderdaad. Want dat doet mij denken aan Hogwarts. Maar wat doe je dat denken, Tony? Je ziet eens even. Ook aan Harry Potter. Ook aan Harry Potter. Ja, bij mij ook. Dus daar. Er zit een slang in de t-shirt, er zit een slang in de t-shirt. Nee, er zit nog iets in, mannen. Een Shadow of the Bat. Nee. Oh, ik had het niet omdraaien. Een comic van The Shadow en Batman van het DC-universum. Dynamite. Is zien wat dat. Die ene dat ik volg op YouTube ook. Dat is slechte comics reviewed. Ja, dat is Linkara. Ik volg die. Ik kom daar vooruit. Ik vind deze filmpjes wel grappig bij momenten. Stop ermee, je weet het. Ik vlieg weer uit en dan vliegt iedereen weer in.
Ja, dat is weg, dat is reclame voor stembeeldjes. Maar in die rode comicjes straks lezen, hè? The Shadow in Batman. The Shadow. Dat is ook een film van geweest. Weet je toen gespeeld? Was het niet Alec Baldwin? Ik weet het niet. Het kan zijn. Ik kan het niet zeker zeggen. Oh, weer zo'n creepy gezicht. Zit dat er ook eens onder? Ja, dat is een creepy gezicht. Dat is wel Batman, hè? Nee, dat. Dat is The Shadow. Die heeft dat, zijn twee, dat zijn twee goeie, hè? Maar ah, het achtergrond verhaal van de Shadow ken ik niet. Ja, staat hier geval... ook op, hè? Van boven. Nou ja, de Shadow, Batman, nummer 1, Dynamite, 10 oh, plus. Nee, dat jij moet daar nog... Ja, je moet dat wel lezen, de 11. Maar jij net zeg ik, jij mag dat nog niet lezen? Ja, geschreven dacht ik door Steve Orlando en getekend door Giovanni Timpano. Of omgedraaid, dat weet ik niet, zal ik wel zien in de dinges. Het is ook cover C, dat wil ik ook zeggen. Dat er 3 andere covers van zijn, of misschien meerdere. Maar 01, dat betekent dat dat de eerste is. Zijn ja, er dan nog eerste. Meer dan veel? We zullen niet zien. Oeh, een cover. Ah, hier is de cover gallery. We zullen niet zien. Nog cover gallery. Dat zijn nog allemaal dingetjes van de Shadow. Ja, het gaat verder. Next. Ik weet zelfs niet. We zullen zien, als ik dat gelezen heb, okay. Wie de Robin is. En nu worden we zien, de doos is leeg. Dit is alles dat er nu in zit. Dat is een goede haal. 1, 2, 3, 4, 5 dingetjes. Nee, 6. Er is nog een slang in de t-shirt. Hè? Ja, ja, met je slang in de t-shirt. Halen. Merci voor het kijken en tot volgende maand.